Mag ik dan onze tweede spreker uitnodigen om naast mij te komen zitten? Mag ik een hartelijk applaus voor vrouwtje Santing, alsjeblieft. Vrouwtje, ik ga ook jou even formeel introduceren. Vrouwtje studeerde wereldreligies in Leiden en islam in de moderne wereld aan de UvA. Verbleef lange tijd in Turkije als correspondent voor onder meer NRC en het Radio 1-journaal. Tegenwoordig publiceert ze onder andere in de Groene Amsterdammer en in het NRC. Je houdt je al 25 jaar bezig om en nabij met Turkije. En je hebt onlangs samen met Erdal Balci dit pamflet geschreven. Vechtscheiding. Hoe Erdogan de Turkse gemeenschap splijt. Daar gaan we zo meteen iets meer over praten. Wil je wat water trouwens? Graag. Hoe lang heb je in Turkije gewoond? Ik heb ongeveer 17 jaar in Turkije gewoond, in de jaren 80 en 90. Ik ben begin 99 teruggekomen en eind 1981 daar naartoe gegaan. Hoe ben je oorspronkelijk in Turkije geïnteresseerd geraakt? Gewoon om daar te reizen en vervolgens verliefd te worden op iemand. Oké. Okay. om die liefde gebleven? Niet helemaal, nee. Die liefde was iets korter dan de fascinatie met Turkije. Oké. Okay. toen je terugkwam in Nederland eind jaren 90, had je toen het idee dat Nederland veranderd was? Ja, en daar heb ik ook uiteindelijk een boek over geschreven, wat in 2011 is, geloof ik, verschenen. Of 2012. Waarin ik eigenlijk die periode in Turkije samenvatte met de studies en terugkomen in Nederland. En dat het was op de tijdsgeest. Dus ik vond ook wel Nederland veranderd, hoor. Ik had het idee dat... Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Nou ja, vroeger was het... In mijn gevoel was het recht om anders te zijn. De jaren 70, 80 was voor mij heel erg belangrijk. Het idee dat je kon worden wat je wilde. En ik vond het een samenleving die eigenlijk weer terugging naar... van wie is nou een soort idee van een model Nederlander? Rita Verdonk was daar natuurlijk gewoon in eerste instantie heel iemand van... hoe moet je nu zijn? En ik vind ook wel dat de verkiezingen in de afgelopen parlementsverkiezingen... heel erg over identiteit gingen, cultuur. Ja. En je moet zo worden zoals wij, dubbele nationaliteit... heel erg eigenlijk contrair aan dat enorme globaliseringsidee... wat we tegelijkertijd ook in stand houden, dat we dat doen. Zou je dat typeren als achteruitgang? Nou ja, ik weet het niet, want achteruitgang is... we gaan natuurlijk nooit achteruit. Op een of andere manier veranderen we, doen we. Dit is ook maar een moment. En soms, Erik Verlinden net zei... soms moet je iets onderzoeken om dan vervolgens weer terug te keren op je schreden. Dus ik hoop ook dat wij uiteindelijk... ongelooflijk met onszelf zijn bezig geweest te zijn in Nederland. Ook wel weer een beetje daarvan loskomen. En een beetje meer de luiken weer gaan openzetten. Ja. Dus het boek dat je hierover hebt geschreven, heb je nu samen met Balci dit essay geschreven. Waarom wilden jullie dit pamflet schrijven? Nou, wij zijn gevraagd door de Geus, omdat ze het idee hadden dat, wat uitgevers natuurlijk altijd doen, is zien wat werkt. En ze hadden het idee, een klein dun boekje aan de hand van een actueel thema werkt. Dat is ook een beetje de mode nu in Nederland. Tweede was er natuurlijk ontzettend veel oproer geweest rond die laatste verkiezingsweekend, 11 maart. Toen Rutte, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, de landingsrechten ontzegde. Tumult daaromheen, vervolgens de minister van Familiezaken, die per auto Turkse minister van Familiezaken dacht... Wat vond je ervan trouwens? Kort? Ik zat in de sauna, wat ik nooit doe. En Rutte doet nooit wat hij doet. Dus het was een hele bijzondere zaterdag. Ik stond... Ik vond het heel erg... Bijzonder. Ik was verbaasd. Ja. Ongelooflijk verbaasd. Maar ik vond het ook wel heel slim. Omdat ik dacht van... hij heeft het... De Turken waren echt duidelijk bezig om ruzie te zoeken. Erdogan is iemand die leeft van chaos. En hij heeft het gewoon de handschoen opgepakt op een manier waarvan hij dacht van... ik ga jouw tactiek nu in mijn voordeel ombuigen. En dat heeft hij ontzettend slim gedaan. En ik denk dat hij zeker daarmee een aantal procenten voor de VVD heeft binnengesleept bij de parlementsverkiezingen. Is dat ook een bepaalde manier van spreken of een taal die ook... Nou ja, waarmee Erdogan daadwerkelijk eerder tot iets kan bewegen? Of is het juist polariserender?
Het paste heel alleen maar in de context van beide kanten verkiezingsretoriek. Ja, precies. Het had niet gekund als er in Nederland geen parlementsverkiezingen. Want wij zijn eigenlijk zetten zelden iets zo op scherp in Nederland. Ja. En opeens is, wat je nu ziet, is dat eigenlijk na 11 maart zetten we ten opzichte van Turkije helemaal niks meer op scherp. We gaan weer terug naar het idee van de EU en we moeten die migratiedeal. En je ziet dat in Brussel er eigenlijk zelfs na dat referendum wat Erdogan zegt dat hij gewonnen heeft, ook niks beweegt. Ze gaan nog weer een maand verder en dan gaan ze weer praten. Maar er worden eigenlijk helemaal geen concrete stappen gezet. Er wordt ook niet gezegd van dit zijn onze waarden en hier ligt de grens. Over het referendum en de Europese verhoudingen zo meteen ook nog een paar vragen. Waarom heb je het vechtscheiding genoemd? Dus wie is er een vechtscheiding gaande? Er is eigenlijk een vechtscheiding gaande over het erfgoed van Turkije. Wat wij bedoelen hiermee is dat Turkije eigenlijk nu gespleten is in twee delen. En ik denk dat de uitslag van het referendum krap gewonnen. Dat was 51-49. Ja, hè? Dat je ook ziet dat die gespletenheid er ook is. Dat het seculiere gedeelte het erfgoed van Turkije heel erg refereert aan het moderne Turkije onder Atatürk. De Westen gericht op het Westen, meer pluriformiteit, nog steeds wel wat nationalistisch. Maar in ieder geval een vrijer leven met minder ruimte voor de religie in de publieke ruimte. En eigenlijk de massa die Erdogan steunt, want Erdogan is echt de man van de massa, het conservatieve deel van Turkije, wat eigenlijk toch wel terug wil naar het grootste verleden waarin niet zozeer Turkije opnieuw over drie continenten zal gaan regeren, maar in een hoofd speelde religie daar een heel belangrijke rol. Turkije behoorde tot een Ottomaanse tijdperk, was een periode waarin Turkije aanzien had, meedeed op het wereldtoneel. En je ziet dat ze daar heel erg naar terugverlangen. En dat is ook de retoriek van Erdogan voortdurend. 2023 is een enorm belangrijk jaartal in de hoofden van iedereen. Dan bestaat die moderne republiek 100 jaar. Maar dan wil Erdogan eigenlijk bereiken dat Turkije, wat dan vanaf 2002 onder zijn bewind groot is geworden, tot de 10 machtigste economieën in de wereld gaat behoren. En als je dat bent, dan doe je mee eigenlijk aan elke tafel die in de wereld belangrijk is. En dat is voortdurend het hoe punt. Maar hoe wil hij dat dan bereiken als hij zich uitsluitend aan terugtrekken is? Want hij wil een retoriek gebruikt die geënt is op uitsluitend nationalisme. En niet wil. Ik kan me voorstellen dat de manier waarop hij nu zich zowel uitlaat als het beleid dat hij voert ook alle economische consequenties heeft voor Turkije. Het gaat geloof ik niet heel erg goed. Economisch gezien. Dat is wat er wordt gezegd. We hebben nog steeds geen concrete aanwijzingen dat het super slecht gaat. Er is al een tijdje, al een jaar of drie, wordt er gepraat over het feit dat die economische luchtballon in Turkije op knappen staat. Maar we zien dat zelfs nu de toerisme was ingezakt, er toch niet ongelooflijk. En handel ook? Ja, nou, handel gaat eigenlijk best wel goed. Kijk, handel is toch een beetje apolitiek. Ik ben met een stuk bezig over de wapenhandel bijvoorbeeld. Nou, het is natuurlijk echt een fantastische wereld van chaos, waarin het geld ergens altijd wel terechtkomt. En er wordt ontzettend veel. Er is ontzettend veel in beweging. En Turkije is natuurlijk gewoon ook wel een heel erg strategisch belangrijk land. Dus het is je moet het een beetje zien in de grootte van Rusland. Het zijn beide landen die ontzettend proberen om met die nationale trots zich te verheffen richting de grootmachten. Maar die eigenlijk net te klein zijn om daar echt toe te behoren. Maar omdat we natuurlijk gewoon niet meer in die bipolaire wereld zitten, er zijn niet meer twee machten, zoekt iedereen nu eigenlijk naar, worden openingen geboden om opnieuw. Het herpositionering. Ja, positionering. Ja. Je kan je ene moment richt je naar het oosten, het andere moment richt je naar het westen. En Erdogan denkt ook dat hij misschien door zijn strategische ligging misschien zich wel een aantal dingen kan permitteren. Ja, ik denk dat wat hij denkt weten we niet. We weten alleen wat hij roept. Ja. En dat is al ingewikkeld genoeg om te duiden. En ik denk ook niet. Ik was anderhalf week geleden in Turkije. En dan iedereen die je spreekt zegt ook, we zouden niet weten wat de volgende move is in Turkije. Iedereen heeft geen idee hoe het nu verder gaat. Want je kan toch zien dat hij zich een beetje vergokt heeft met het referendum.
Omdat hij niet had gedacht dat er zo'n nipte overwinning zou zijn. En we hebben natuurlijk toch die toch nog een beetje in het schema daar redelijk enigszins van fraude doorheen. Dus het is onbewijsbaar. Want het gaat om, als ik het goed begrijp hoor, stembiljetten die in ongeopend, die niet gesloten enveloppen zaten. Maar als je op het moment dat je dat gaat tellen en die gaat meedoen, kan je natuurlijk nooit meer hertellen. Want je kan nooit meer traceren welke stembiljetten uit geopende en ongeopende zijn gekomen. Dus het is onduidelijk. En er wordt ook gezegd dat in gebieden in het Koerdische Zuidoosten er wel hele onnavolgbare aantallen zijn uitgekomen. In gebieden die eigenlijk in de afgelopen jaren voortdurend anti-Erdogan hebben gestemd, zijn nu heel veel ja-stemmers. Er is ook wel heel erg veiligheidspersoneel daar, maar daar kan het niet helemaal aan liggen. En daar zijn allerlei wiskundigen die dat weer hebben nagetrokken. In Zweden is een belangrijke man die dat allemaal per stembus heeft uitgezocht, wat interessant is. Maar als je zegt, we kunnen moeilijk voorspellen wat de volgende stap is. Ik had me een beetje ingelezen en Erdogan heeft in eind jaren 90 heeft hij al gezegd, nou ja, de democratie of de democratische rechtsstaat is gewoon een tijdelijke fase voor ons, totdat we weer teruggaan naar een feitelijk een religieuze samenleving. Volgens mij is hij al vrij consequent, vrij lang stappen aan het zetten. En dit is natuurlijk gespeculeerd van mij nu, maar het lijkt alsof hij heel bewust een aantal stappen aan het zetten is om daadwerkelijk die scheiding tussen kerk en staat, die er in Turkije heel erg expliciet was, terug te draaien. En dit referendum is daar een voorbeeld van. En in 2019 zijn er geloof ik weer presidentsverkiezingen. Zijn er al stappen of zeg maar grondwetswijzigingen die hij aankondigt om zijn macht nog meer te vergroten? Of is dat nog... Nou, we weten ook niet of hij de doodstap weer in wil voeren. Dat is nog iets wat boven de markt hangt. Maar ik ben het wel met je eens dat we weten wat hij wil. Maar ik denk dat we voortdurend ons afvragen van wat is de weg daarnaartoe? Elke keer gebeurt er weer wat en dan weten we wat hij wil. Maar dan is het onduidelijk wat de volgende stap zal zijn, zoals nu ook. We zitten nu eigenlijk een beetje in een impasse. Hoe gaat Turkije met Europa verder? Je ziet, Erdogan is nu op rondreis. India, Trump slaan zijn agenten zelfs in Washington, heb ik begrepen, pro-demonstranten van de straten. Dus hij komt donderdag naar Brussel, NAVO, Trump komt ook. Hij spreekt met de EU, hij spreekt met de NAVO. Dat doe je ook omdat je je zeg maar opnieuw wilt, aantal relaties wilt herbevestigen. Dus er is ook af en toe paniek. En er is ook niet zo dat het een strategie is waarvan we weten dit en dan volgt dit en dan volgt dit. Dat is onvoorspelbaar. Ja. Nou ja, en dat is ook een beetje wat we zagen ten opzichte van om terug te komen op Nederland en de Turkse Nederlanders. Uh-huh. Is dat hij doordat de opiniepeilingen heel erg uitwezen dat het een nipte overwinning zou zijn voor hem, waren die 5 miljoen Turken in het West-Europa natuurlijk heel erg belangrijk. Die konden dat verschil maken. En iedereen weet dat de Italianen hebben dat ook gedaan. Die hebben zelfs voor Italianen in het buitenland geoormerkte zetels, zowel in het parlement als in de Senaat. Dat de mensen die naar de stembus gaan in meerderheid conservatief zijn. Dus is heel belangrijk voor. Bleek ook in Nederland zo te zijn. Hè? De Turkse Nederlanders die hebben gestemd. Ik geloof dat 47% was van de Turkse Nederlanders. Ongeveer. Hebben overweldigend voorgestemd. Ja, dat is wat we ook weten. Kijk, Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Nou ja, dus eigenlijk is dat helemaal niet zo simpel. De Nederlandse, Turkse Nederlandse samenlevingen bestaan voor een belangrijk deel uit mensen die ooit van het Turkse platteland naar Nederland zijn gekomen omdat ze arm waren en een betere toekomst wilden hebben. Dat komt heel erg overeen met waar het electoraat van Erdogan ook zit. Mm-hmm. En dat zijn ook mensen die eigenlijk nooit tot de elite van Turkije hebben behoord. Die elite, die seculaire elite, die stedelijke elite, dat is voor hun, daar hebben ze geen aansluiting mee. Dus, maar deze stemmers waar we het nu over hebben, dat zijn derde generatie migranten die hier geboren zijn. Ja, maar wat we zien de laatste jaren is, waar natuurlijk ook gewoon het hele politieke krachtenspel in Nederland mee worstelt, is dat religie ook voor hun, ook voor de derde en ook voor goed opgeleide een belangrijk element is geworden. En ze voelen zich eigenlijk, de mensen die in ieder geval daarvoor dat die identiteit hebben, die voelen zich niet meer thuis bij de bestaande politieke partijen, want er is eigenlijk niemand die de islam incorporeert in ideologie, gedachtegoed, noem maar op. Dus dat zien we ook aan de opkomst van Denk, die natuurlijk uit het niets 3 zetels heeft gekregen, wat best wel
wel een prestatie is. Je vertelde voordat we het programma begonnen ook iets heel erg interessants. Dat er zit een verschil tussen de nationale verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Degene die mogen gaan stemmen. Ja, we hebben natuurlijk volgend jaar maart gemeenteraadsverkiezingen. En dat is heel belangrijk, omdat als alle migranten in Nederland zouden opkomen bij de verkiezingen, dan heeft dat ongeveer de effect van 5-6 zetels. Maar als je, omdat ze allemaal de Nederlandse nationaliteit moeten hebben, bij gemeenteraadsverkiezingen moeten mensen tenminste 7 jaar in Nederland wonen, dan mogen ze stemmen. Maar je zult dan ook gewoon veel meer de demografische verschillen zien. Ik denk dat in Vlagtwedde er heel anders wordt gestemd als in Amsterdam of in Rotterdam, waar die demografische ontwikkelingen gaan tellen. Je zag ook dat bijvoorbeeld, denk in iets als Nieuw-West of in delen van Den Haag, meer stemmen had gekregen dan PvdA. Dus je zal gewoon gaan zien dat effect van die migrantenstem veel groter zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, veel helderder. En ik verwacht dat Denk daar heel goed op inspeelt. Ik weet niet of ze met NIDA, de grote partij in Rotterdam, die nu al met 2 zetels in de raad zit, gaat samenwerken. En daardoor heeft Denk, door ook met Marokkanen te gaan samenwerken en met anderen, heeft Denk zich verbreed van een simpele Turkenpartij, zoals ze werden genoemd, de lange arm van Turkije. Het was een soort verlengstuk van Ankara. En waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is dat je bijvoorbeeld in Duitsland, waar we in oktoberverkiezingen hebben, is al een aparte partij van Turken die zich heel erg met de AK-partij verbonden voelt, al een nieuwe partij ontstaan die voor het eerst mee gaat doen. En we gaan daar denk ik ook wel iets zien van hoe het zich daar ontwikkelt. Want er zijn vrij veel parallellen tussen Nederland en Turkije aan het kiezersgedrag van Turkse Nederlanders. Het is ook ongeveer dezelfde groep. En het belangrijkste is waarom bijvoorbeeld in Denemarken, Zweden heel anders is. Omdat het de samenstelling van de Turks-Nederlandse gemeenschappen daar minder homogeen is. Minder arbeidsmigratie en meer vluchtelingen, Koerden en mensen die niet zozeer om werk, maar om andere redenen daar naartoe zijn gegaan. Zie je het eigenlijk als iets goeds of iets slechts dat er zulke partijen opkomen? En dat in deze zin Turkse Nederlanders zich politieker gaan bewegen? Nou, ik denk dat aan de ene kant is een emancipatie. Ja. De derde generatie laat zich niet meer vertellen wie ze moeten zijn. Aan de andere kant toont het ook aan, vind ik, dat wij in Nederland nog wel wat werk aan de winkel is wat betreft het inclusieve Nederland. Dat zien we ook aan de verkiezingsuitslag. Het is eigenlijk een eilandenrijk van gelijkgestemden, of je nou GroenLinks, D66, dat is ongeveer ons kent ons. Maar wat verbindt ons in Nederland? En dat doen wij in een coalitie. Of we dat een soort overstijgende identiteit, een overstijgend verhaal. Ja, ik denk dat we toch waar we nu in zitten, en daar ben ik gewoon best wel, vind ik, ingewikkeld om te zien, is hoe gaan we dit met z'n allen rooien in een beetje een land waar we nog enigszins aan elkaar gerelateerd zijn ook. Want we hebben het over segregatie bij migranten. Maar ik vind segregatie toch bij de gemiddelde witte Nederlander ook niet. Ook wel vrij groot. Er is nog niks. Maar wij worden alleen niet ter discussie gesteld. Wij kunnen rustig met mensen van onszelf, die we prettig vinden, omgaan en noem maar op. En er is niemand die vraagt, aan Turken vragen ze hoeveel Nederlandse kennissen heb je. Maar aan jou wordt nooit gevraagd, van als je naar een feestje bent, hoeveel Marokkanen, Turken, Surinamen staan er dan? Dus die andere kant wordt niet gevraagd. En het is toch een beetje een moreel oordeel. En je ziet dat we oplossingen moeten gaan zoeken voor het feit van hoe we met z'n allen gewoon weer in dit Nederland toch een samenbindend iets kunnen vinden. En ja. Misschien moeten we, net als met heel veel dingen, eerst door iets negatiefs om daarna naar iets positiefs te gaan. En ik vind het daardoor ook wel belangrijk dat ze gewoon binnen de democratisch bestel hun ding doen. Mm-hmm. Ja, zolang, ja. Al heeft Erdogan natuurlijk ook een aantal, die treft een aantal maatregelen binnen een democratisch bestel die niet helemaal wenselijk zijn, laat ik het zo zeggen. Maar het feit dat er nu partijen als Denk opkomen, Daarmee zeg je feitelijk dat Denk dus een niet-democratische partij is. Nee, dat wil ik niet beweren. Maar meer in reactie op dat het per definitie goed is dat je binnen een democratische samenleving. Ja, precies.
Ja, nee. Als je gebruikt de democratie om de democratie om zeep te helpen. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk niet uiteindelijk niet het idee van democratie. Nee. Nee. Maar dat is ook wat ik voortdurend, als ik in gesprek ben met Turkse Nederlanders, ik ben na de coup heel veel uitgenodigd. Ik dacht dat ik een beetje uitgekotst was, want ik ben voor heel veel mensen te links. Ik ben van het Gekezi. Ik ben iemand die in 2013 ongelooflijk warm werd van het idee dat allerlei mensen, individuen daar op dat Taksimplein toch iets gevoel hadden van vrijheid, van geest en pluriformiteit. En ik vind het heel erg jammer dat dat zeg maar eigenlijk nou bijna niet meer manifest is. Maar ik werd opeens weer uitgenodigd door allerlei mensen die best conservatief zijn. En ik zeg dan ook voortdurend tegen hun, wat belangrijk is dat je gewoon eens vragen gaat stellen over Erdogan. En vragen gaat stellen over wat is er nou die coupnacht gebeurd. En daar begint het toch mee. Gewoon die kritische geest die we hier ontwikkeld hebben, moet je toch wel moet eigenlijk gewoon toch een soort begin zijn van elk gesprek. En ik merk dat het idee van veel Turkse mensen dat ze hier niet helemaal voor vol worden aangezien, bepalend is voor het feit dat Ankara de ruimte krijgt om voor hun op te komen. Ze vinden het fijn. Een heleboel mensen zeggen tegen mij, ik vind het fijn dat er nog Ankara om ons denkt. En dat kunnen we vervelend vinden, maar de laatste vraag voordat ik naar de zaal ga. Kun je één suggestie doen? Wat is er mogelijk om, zeg maar, nou ja, misschien een overstijgend verhaal te vertellen of een inclusievere samenleving te creëren? Is daar meer zelfreflectie voor nodig of heb je daar een idee bij? Nee, want dan zou ik denk ik gewoon leider van een politieke partij zijn. Ik vind het ook heel moeilijk. Ik denk dat niemand op dit moment de antwoord op heeft. Zeker als je niet. En wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat we, maar we zitten vandaag heel erg ook weer over die uitslag van die referendum te praten, of dat de gemiddelde Turk is. 55% heeft niet gestemd. En dat is heel belangrijk. We zitten voortdurend over moslims te praten. Er is ook heel veel in Turkije en hier, wat eigenlijk niet zo heel veel met die islamidentiteit heeft. We zijn al heel lang dat seculiere, wat eigenzinnige deel van de Turkse gemeenschap vergeten. Die wordt niet uitgenodigd bij gesprekken. Ik heb naar aanleiding van de coup in Rotterdam, ben ik met raadsleden in gesprek gegaan. En die zeiden van, ja, dan gaan we die doen en dan gaan we die uitnodigen. Ik zei, ik vind het echt armoedetroef. U hebt in Rotterdam een ongelooflijk grote Turkse gemeenschap. Maak een nieuwe klankbord van Turken. Ga al die grote koepels met oude mannen en zo, zet die gewoon eens op wat naar achteren. En probeer een wisselend geheel samen te stellen van mensen met wie je in gesprek bent. U moet nieuwsgierig zijn. U bent politicus. Dit is uw stad. U heeft gezegd, ik wil voor u hier in de raad zitten. Dat vraagt om creativiteit, nieuwe in dingen. En dat is wat ik doe. En je ziet nu bijvoorbeeld Turks-Nederlands tegengeluid. Ik weet dat ik te lang praat. Turks-Nederlands tegengeluid is een groep van mensen die, als je heeft gezegd van, u kan wel vinden dat u onderzoeken naar buiten kan brengen waarin staat dat 90% van ons de ISIS aanhangt. Maar daar gaan wij niet mee akkoord. En vanaf nu zijn wij uw gesprekspartner in plaats van dat u over ons gaat praten. Mm-hmm. En dat vind ik belangrijk. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat er ook nog een hele grote groep is die en hier en in Turkije ook verdient om onze aandacht en om te zien dat Turkije niet achter alleen maar de hoofddoek is en de man die naar de moskee gaat en de Erdogan die de ruimte opeist. Het is complex, het behoeft heel veel nuance en het behoeft vooral heel veel met elkaar praten. Ja, ik weet niet, ik denk dat je gewoon nieuwsgierig moet blijven wie iemand is. En dat is ook een beetje wat ik in de journalistiek bedoel. En ik denk de volgende onderwerp straks op onze smartphone. Misschien is het gewoon een Google-vrije dag en is naar het café gaan. En gewoon met mensen in gesprek gaan. En is vragen wie je bent in plaats van aannemen wie je bent. Programma bezoeken in de Bali, bijvoorbeeld. Precies, gewoon lekker met elkaar gaan praten in plaats van je het aan laten praten. Ja. Wij zijn helaas door de tijd heen voor mijn vragen. Is er iemand in de zaal die een vraag wil stellen? Ja. Ik wil weer even terug naar Turkije zelf. Want het boek heet Vechtscheiding. Maar dat suggereert eigenlijk ook twee partijen die uit elkaar kunnen gaan. Maar een volk kan niet zo heel makkelijk uit elkaar gaan. Hoe zie je gewoon het komende jaar met een bevolking waar dus zoveel verdeeldheid heerst. En ook nog eens eigenlijk kan je wel zeggen een oorlog in het oosten aan de gang is van, het hoeft geen glazen bol te zien, maar omdat men niet uit elkaar kan, hoe gaan ze dat dan samen doen? En voorzie je misschien wel een veel groter conflict in Turkije?
Nou ja, wat je ziet is dat er ten eerste een brain drain aan de gang is in Turkije. Er zijn heel veel mensen die weg willen. En dat is best moeilijk, want als Turk kan je niet eens een vliegtuig nemen overal naartoe. Moet je visums voor nodig hebben. Dus dat is ook weer een klasse ding. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die in Groot-Brittannië kan je vrij makkelijk een bedrijfje beginnen. Als je maar voor jezelf kan zorgen, krijg je in ieder geval een verblijfsvergunning. Dat doen veel. Er zijn veel academici ontslagen die proberen ergens anders. Maar het is natuurlijk allemaal beperkt. Want een heleboel academici hier hoppen ook van projectje naar projectje. En wat je daarnaast ziet is dat ik het idee heb dat de seculiere minderheid in Turkije nu de adem inhoudt. Omdat het op dit moment eigenlijk het plaatsen van een strop om je eigen hoofd is te vroeg om in een verzet te komen. Verzet zal leiden tot meer gevangenen, meer dit. Dus er is een soort aftasten van. En ik denk dat de implosie van de AK-partij veel meer van binnenuit zal komen. De AK-partij heeft niet het eeuwige leven, Erdogan heeft niet het eeuwige leven. Er zullen splijten komen, er wordt al gekeken naar Abdullah Gül, de oud-president, die veel liberaler is en die eigenlijk nu zijn adem inhoudt, omdat hij weet dat op het moment dat hij te vroeg gaat pieken, Davutoğlu, de oude premier, die door Erdogan aan de kant is geschoven, die ook wel met de Gülen in verband wordt gebracht. Maar dat zijn mensen die iets minder rigide en iets, wel heel erg religieus, maar wel liberaler zijn. En die zouden het stokje kunnen overnemen, want Erdogan kan nog wel eens zijn eigen graf hebben gegraven door dit presidentieel systeem te doen, omdat hij in 2019 wel moet winnen. Ten eerste moet hij de partij bij elkaar houden tot 2019. Ten tweede moet hij gaan winnen. Dus we hebben nog 2 jaar. Dus laten we. En het is een hele turbulente wereld. Dus laten we alsjeblieft nog niet denken dat het gewoon een lineair proces is. Er komen van de zijlijn komen er nog wel wat nieuwe elementen die we nu niet kunnen voorzien. Ik ben eigenlijk al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989 eigenlijk een beetje opgehouden met al te lange voorspellingen te doen. Want dat heeft geen zin. Ik denk dat ook in de diplomatie zie je dat je eigenlijk maar een paar maanden vooruit kan kijken. En daar reageer je op. Het is veel meer actie-reactie. En dat doet Erdogan ook. En daarom ben ik het met je eens dat we weten waar hij naartoe wil. Maar elke keer wordt de tactiek aangepast aan. En het is een straatvechter. Ja. Het is iemand die zichzelf niet helemaal in de hand heeft. Ja. Ik zie nog 2 vragen. Snelle, korte vragen. Ja, ik zal ook kort antwoorden, ik geloof je. Ik vrees dat ik vind uw verhaal nogal optimistisch. Als u ziet dat Erdogan security, als het klopt, betogers in Washington in elkaar kan slaan zonder enige probleem. Stel dat hij precies hetzelfde opdracht geeft in Brussel. Hoe gaat de EU daartegen? Maar ik ken Turkse vrienden van mij, of vrienden van Turkse afkomst, die durven echt niets, maar echt niets kritisch te zeggen over Erdogan. In het openbaar, in privé al moeilijk, maar in het openbaar helemaal niet. Dus hoe gaat de dialoog zich ontwikkelen als men al bang is om überhaupt iets te zeggen? Ja, ik denk dat de dialoog er niet is op dit moment. Wat ik net zei, de seculiere gedeelte houdt de adem in. Men is bang en men weet niet wat te wachten staat. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik was 2 weken geleden daar en ik heb de laatste 3 keer dat ik ben, vind ik het ook best wel een testcase of ik erin kom. Dat vind ik best wel ingewikkeld. En het enige wat mij kan overkomen is dat ik teruggestuurd word. Dat is nog niet het ergste. Maar mensen die nu 2 paspoorten hebben, inderdaad, dat is de nieuwe threat, ook voor journalisten. Maar ik vind ook dat Brussel geen enkel weerwoord levert. Het is ach en wee, Merkel en iedereen. Maar we zeggen niet hier en niet verder. Onze waarden zijn fluïde geworden, heel fluïde. Omdat we alleen maar 1 angstscenario hebben en is die migranten moeten niet komen. Want we hebben nu gelukkig verkiezingen in Frankrijk gehad, maar we moeten nog verkiezingen in Duitsland. En dan is die 3-trapsraket van 2017 is gelanceerd. En dan kunnen we weer verder, dus dan kijken we. Maar ik vind het ook nogal opportunistisch van onze kant, hoor. Dus ik vind dat wij ook heel erg boter op ons hoofd hebben en geen enkel kader scheppen waarbinnen. We geven hem echt al heel veel ruimte. Laatste vraag. Mijn vraag is misschien deels al beantwoord, deels ook een aanvulling daarop. Wat zou Europa dan wel moeten doen? Wat zou dan wel een manier zijn om Erdogan tegen te gaan? Ik denk dat Europa op moet houden met te stellen dat ze de ene moment gaan ze heel ver. Dit is onbespreekbaar, dit is onaanvaardbaar. En de volgende moment zien we dat
De OVSE bijvoorbeeld heeft ongelooflijk scherp en goed gereageerd op het feit dat de verkiezingen op allerlei manieren niet helemaal volgens het boekje verliepen. En dat gaat niet alleen over fraude, maar het gaat ook ervoor dat er eigenlijk nauwelijks ruimte was voor de oppositie. Je ziet ook dat er, om een stem te verheffen, maar je ziet ook dat er een soort eenheid in de media is, waardoor die burger eigenlijk vrij ongeïnformeerd is. Dus er is een hele ongelijkwaardige strijd. Maar toch gaan we eigenlijk de volgende dag gewoon over tot de orde van de dag. En we zeggen niet van ho, nog even kijken van is het allemaal wel, of we gaan nog zelf eens waarnemen. Ik denk dat we op een gegeven moment ook onszelf moeten hervinden en zeggen van is de EU nog wel een club van waarden en normen. Dank vrouwtje voor je toelichting. En het boek Vechtscheiding is zometeen hier in de foyer te koop. Dankjewel. APPLAUS